Rietveld was geen theoreticus. Hij was ook niet een zweerder. Zoals je zegt, je moet stalen meubelen nemen of je moet grote ramen maken. Dat hij had eerbied voor de mensen zoals ze waren. Al vond hij bij zichzelf een verschrikkelijk interieur. Dan zei hij van die stoel, wat is dat mooi gemaakt? Hoe kregen ze het voor elkaar? Ja, hij zei nooit, weg ermee met die ouderwetse lelijke stoel. Dus dat is een benadering, een optimistische benadering om de mensen zelf te laten denken van hoe kan het anders. Dan moet je niet zeggen wat is dat lelijk bij jullie, dan moet je zeggen wat wonen jullie hier prachtig, kijk de lucht en de ruimte. Dus op, van de goede kant optimistisch voorstelling, want anders bereik je niks.